ik herkende wel heel veel. Ook dat verhaal dat er dan een agent aan de andere kant van de telefoon is die je dan belooft dat als je terugkomt dat je leven dan beter is. En dat je gratie hebt gekregen en vorm van intimidatie die via de ambassade gaat. Ik heb best wel veel herkend. Niet alleen per se vanuit mijn eigen ervaring, maar ook vanuit de Oeigoerse gemeenschap hoor je dat soort verhalen heel veel. Oké. En het lijkt me wel lastig voor jou dat jouw vader nog in China zit. Hebben dat soort telefoontjes dan effect op je? Ik kan me best voorstellen dat als ze mij zouden bellen, dat ik dan zou denken, nou, misschien moet ik het maar doen. Ja, dat heeft natuurlijk wel effect op je. Ik denk dat het heftigste wat ik mee heb gemaakt is, in mijn puur persoonlijke ervaring, was een gesprek dat ik ooit had gehad met de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Piet Hoekstra. Een beetje een eigenzinnige man, maar na het gesprek zat ik in de trein naar mijn moeder toe en toen kreeg ik een privénummer, toen nam ik op en toen zei ik dan hallo met Alerk en toen hoorde ik op de achtergrond iets en ik kon het niet zo goed verstaan, maar toen hoorde ik dat het geschreeuw was en dat geschreeuw was in het Chinees. En het eerste wat je dan denkt, tenminste dat was mijn gedachte, is het mijn vaderstem. Als je dan geschreeuw hoort en ik heb toen geconcludeerd dat het niet zijn stem was. Maar dan heb je net die realisatie gemaakt en dan na 8 seconden hoorde ik geheig op de voorgrond. En dat was dan ook zo'n specifiek moment, meteen na zo'n gesprek. Dat laat je wel even schrikken. Ik heb toen meteen aangifte gedaan. Het gesprek was ook met best wel veel mensen. En dan ga je ook meteen twijfelen om je heen. Alle mensen die er waren. Ja, want hoe weten ze dat? Ja, wie heeft het doorgegeven? Welke mensen heb ik gesproken? En dat zijn dan vragen die bij jezelf blijven hangen. En die komen ook terug op de volgende keer als je die mensen ontmoet. Dus dan gaat het ook, dan suddert dat door in je hele leven, in alles wat je meemaakt. En ik denk dat is een soort koppelwerking. Je wordt er heel achterdochtig van, denk ik. Ja, je kan niet meer de realistische angst onderscheiden met paranoïde. En dat is ook natuurlijk een enorm vorm van intimidatie. Laila, hoe is dat voor jou? Ik moet denk ik eerst even wat meer uitleggen over Marokko. Zeg maar, Marokko is in die zin anders dan Iran, Turkije, China. Dat soort landen. Kijk, Marokko heeft twee gezichten. Dus Marokko heeft die hard power gezicht. Dus dat boosaardige gezicht. Dat intimiderende gezicht. Die spioneert, intimideert. Dat neemt heel veel vormen aan. Ik heb daar zelf, wat ik wel heb gezien is, ik heb daar vooral veel over gehoord. Kijk, ik heb natuurlijk een andere achtergrond. Ik ben tweede generatie. Mijn ouders komen daar vandaan. Je bent ook niet gevlucht? Ik ben ook niet gevlucht. Ik heb daar geen geschiedenis in die zin dat ik ben nooit opgepakt of ik heb al die dingen niet meegemaakt. De generatie voor mij natuurlijk wel. Dus er zijn mensen die dat hebben meegemaakt. En wij weten van mensen die nu in Marokko deze dingen meemaken. En journalisten die net als meneer Dündar gevlucht zijn naar Europa. Waar ik naar terug wil is, Marokko heeft twee gezichten. Dus die heeft dat boosaardige gezicht. Dat gezicht is reserveert het voor critici. Dus voor mensenrechtenactivisten, voor journalisten, voor iedereen die zich negatief uitlaat over Marokko. Dus die kan verwachten dat hij daarmee te maken krijgt. Ja. Op enig moment. Maar Marokko, en dat is echt anders. Dus Marokko is een soort geoefende lange arm, om het maar zo te noemen. Die heeft natuurlijk heel veel ervaring, al 50 jaar. Met een diaspora in Nederland. In heel veel andere landen, ja. In heel veel andere landen, maar 50 jaar in Nederland. Dus die heeft in het begin vooral deze vorm heel doelgericht op personen. Het is vaak gericht op personen en op bepaalde inlichtingen. Maar Marokko heeft door de jaren heen een ander gezicht of eigenlijk een masker ontwikkeld. Een lachend, vriendelijk masker wat je aardig tegemoet treedt. En die reserveert het voor... hoe moet ik dat zeggen? Voor de high potentials. Voor mensen die iets voor ze kunnen betekenen. Marokko heeft ook een andere lange arm in die zin. Als je kijkt naar hoe zij
te werk gaan in Nederland. Zij zijn dus niet gericht op specifieke doelwitten, dus niet specifiek gericht op dissidenten ook, maar dat, daar hebben ze dus dat andere gezicht voor. Ja. Maar zij zijn gericht op een bijna institutionele, het doordringen in Nederlandse instituties. En daar zijn ze ontzettend succesvol in. Kijk, wat ik hier ook nog een keer wil zeggen is, waar ik in ieder geval heel veel tegen oploop en mensen die, nou ja, zoals ik, dit aanhangig willen maken, is de meeste Nederlanders kennen Marokko of hun beeld van Marokko, onder andere door de propaganda, is een positief beeld. Een democratie in ontwikkeling, Marrakesh, vriendelijkheid, ja. Ook wat ze hier natuurlijk in Nederland zien. Dus zij hebben geen besef of geen de kennis over wat Marokko werkelijk is. En dan heb ik het hier over de Marokkaanse staat. Dus niet over het Marokkaanse volk. Iedereen die daar, nou ja, vecht voor zijn leven en vecht voor democratie. Ik heb het over de Marokkaanse staat. Die is corrupt, autoritair, niet democratisch. Die martelt, gebruikt geweld. Er is geen rechtsstaat. Dus dit is waar we mee te maken hebben. Ja. En dat, deze staat is al, nou ja, al 50 jaar, maar de laatste 20 jaar zeker bezig om aan een opmars in Nederland door de instituties. En daar zitten ze al. En dat is waar wij mee te maken hebben. Ja, dus je zegt, Marokko zit eigenlijk helemaal verweven in de instituties in Nederland. Kun je daar een voorbeeld van geven? Van hoe dat het meest, het meest aansprekende, maar ook tegelijkertijd het meest ingewikkelde instituut waar ze zitten, zijn de moskeeën. Dus daar komt ook de intimidatie vandaan. Dus daar, wat ik ontzettend interessant vind, is, er is een NRC-onderzoek verschenen. Dat gaat over heimelijke, je kan het niet anders noemen, spionage binnen moskeeën door Nederlandse gemeenten, de NCTV. En daar hebben ze een bureautje voor ingezet. Mm-hmm. In datzelfde artikel staat ook dat in ieder geval één moskee, in een van die rapporten stond, er zijn banden met de Marokkaanse autoriteiten. Banden. Nou, wij hier, dus wij die moskeewereld kennen. Wij hebben niet het NRC nodig om ons dat te vertellen. Wat er vervolgens gebeurt is, die moskeeën terecht zijn woest. Dus de moskeeën, de moslims zijn woest. Staatsbemoeienis, staatsspionage vanuit Nederland. Ja. En het is heimelijk en het gebeurt in onze moskeeën, in onze gebedshuizen. Dus dat herkennen ze direct als problematisch. Tegelijkertijd, dus dit is waar wij mee te maken hebben. Wat je ook ziet, is dat toen die parlementaire onderzoekscommissie onderzoek deed naar buitenlandse financiering. Mm-hmm. Als mensen proberen duidelijk te maken van wat doet een Marokkaanse consul of een Marokkaanse ambassadeur in moskeeën. Waarom onderhouden deze moskeebesturen zulke nauwe banden met het consulaat? Wij vinden dat eng. Of wij vinden dat, onveilig. Onwenselijk misschien, ja. Dan wordt dat niet herkend. Dan wordt dat zelfs, mensen zitten dan, of moslims en moskeeën, zitten dan hoog op de kast. Ja, dus bemoeienis vanuit Nederland is ongewenst, maar bemoeienis, precies, vanuit Marokko is geen probleem. Of andere landen, financiering is ook geen probleem. Of dat wordt geframed als zijnde islamofoob. Dus ja, dat het feit dat je dat bevraagt is islamofoob. Maar als het gaat over bemoeienis vanuit Nederland, dan herkennen ze dat wel. En dat is waarom ik zeg, dit is een institutie waar we dat heel duidelijk zien. Maar wat ook tegelijkertijd ontzettend, het is gewoon, we moeten het erover hebben, maar het is lopen op eierschalen. En voor jou is het heel duidelijk waarom het problematisch is dat Marokko eigenlijk zoveel invloed heeft op Nederlandse moskeeën. Maar misschien kun je dat nog even uitleggen waarom daar een probleem zit. Ik heb daar een heel concreet voorbeeld van. Dit valt onder, dat eerste gezicht waar ik het over had, het boosaardige gezicht, de hard power. We hebben hier in Amsterdam Moskee Al-Kabir. Staat bekend als een gematigde moskee, is gesprekspartner van de gemeente. Er wordt van alles en nog wat georganiseerd in samenwerking met de Amsterdamse politie, met de Amsterdamse gemeente. Dezezelfde, dus wij zeggen al heel lang, mensen die het kunnen weten, dat bestuur is op de hand van Marokko. Ja. Op de hand van de Marokkaanse staat.
Dus dat is onveilig voor heel veel mensen. Dus dat is vooral onveilig voor mensen die kritisch zijn op Marokko. Onlangs, dus echt heel recent, verschijnt er een ambassadekrantje, dus van de Marokkaanse ambassade. Ik denk dat zij denken dat niemand dat leest. Maar goed, mensen die Arabisch kunnen lezen, die hebben dat wel, die lezen dat wel. Daarin, dat opent met een stuk van de imam van die moskee. Die imam was ook in ieder geval docent op de Vrije Universiteit in Amsterdam. In dat stuk, met prominent de foto van de Marokkaanse koning, belooft hij, zweert hij trouw en loyaliteit aan zijn koning. Verderop in het stuk, dus er is een bijeenkomst geweest tijdens Ramadan. Het ging daar niet over geloofszaken, maar over politiek. Het ging over de Westelijke Sahara. Het belang van de, zeg maar de, het uitdragen van het feit dat, of het feit, de aanname dat, het is Marokko heeft de Westelijke Sahara geannexeerd. En die probeert overal daar legitimiteit voor te vinden. Dus het gaat over de Westelijke Sahara. Het gaat over Rifijnse activisten. Die, die dan vervolgens door de voorzitter van het bestuur als een gevaar voor de natie, dus voor de Marokkaanse natie, worden geframed. En dan zegt de voorzitter van dat bestuur, van deze moskee hier in Amsterdam, die zogenaamd gematigde moskee, zegt... De koning is ervan verzekerd dat hij een volk heeft buiten zijn grenzen dat het vaderland zal verdedigen tegen deze vijanden. Dat is intimidatie. Ja. Dus mensen die kritisch zijn op de Marokkaanse staat, Rifijnse activisten, als het gaat dan over veiligheid in moskeeën, hoe veilig is de El Kabir moskee voor hen? Ja. Dus die worden eigenlijk in de gaten gehouden door... Dat, natuurlijk, ja. Natuurlijk. En dat zo'n moskee dat eigenlijk ontzettend openlijk doet, daar geen, op geen enkele manier op wordt op gecontroleerd. Op gecontroleerd, bericht, helemaal niets. Dus ook, en het moeilijke is als je dit dan met mensen probeert te bespreken, dan worden ze daar ontzettend ongemakkelijk van. Want het zijn zulke aardige mensen. En waarom denk jij dat de Nederlandse staat niet hierin ingrijpt of niks doet? Of... Ik denk dat er heel veel dingen aan de hand zijn. Het begint absoluut, zeg maar dit, als het gaat over bescherming van Marokkaanse Nederlanders of van Nederlanders met van Marokkaanse herkomst, om het maar zo te noemen, dan hebben we het over al die generaties, waar de Nederlandse overheid in faalt, is die mensen te beschouwen als Nederlanders. En zijn kerntaak als overheid serieus te nemen. En die kerntaak is namelijk je burgers beschermen tegen buitenlandse overheden. Buitenlandse machten. Dus dat jij mag aanspraak maken op die bescherming. Ik mag ook aanspraak maken op die bescherming. Maar de overtuiging bij de Nederlandse overheid is er nog niet. De overtuiging is nog steeds, het is een Marokkaanse moskee. En Marokko heeft dan dus daar iets te zeggen. Nee, het is een Nederlandse moskee. En de mensen die daar toevallig komen, die hebben een Marokkaanse herkomst. Maar ze zijn Nederlanders. Ze zijn Nederlanders. En dat je ook nadenkt over wat heeft een consul te zoeken, wat hebben Marokkaanse statelijke actoren te zoeken in een Nederlandse moskee? Waarom zijn zij daar? Alerk, om even naar jou te gaan. Heb jij het idee, want je zei al, je wordt heel achterdochtig op een gegeven moment. Als je het gevoel hebt van, ik word afgeluisterd of er is hier iemand om mij heen. Heb jij ook het gevoel dat je in Nederland door mensen bekeken wordt? Of dat je achtervolgd wordt? Of dat... Ja, dat gevoel heb je zeker. Dus bij demonstraties, dan komt er altijd wel één persoon aan, op zijn minst, die dan een foto van je gaat maken, heel dichtbij gaat staan, een foto gaat maken en dan weer weggaat. En dan is maar de vraag wat er met de foto gebeurt. En dan kan je ook wel zien dat de persoon die de foto dan neemt, dat is dan wel iemand die dan Chinees is. Ja. En ik wil eigenlijk toch nog even terug naar wat Leila zei. Ik denk dat die naïviteit die wij hebben als overheid, dat is het ook wel, ook als volk, is een verkozen naïviteit. Het is naïviteit waarin wij ons kunnen schuilen, omdat wij denken dat we allemaal veel grotere problemen aan de hand hebben. En welke naïviteit bedoel je precies? Naïviteit dat ten eerste dat er geen buitenlandse overheden zijn die burgers en Nederland hier willen beïnvloeden. En misbruik willen maken van onze democratische processen.
En ten tweede denk ik ook dat die naïviteit zit in het... wij willen niks doen tenzij het echt nodig is. En daar zit een keerzijde aan. En dat is dat die naïviteit opeens er niet meer is als het politiek in hun belang is. Ja, ja, opportunistisch is. Dus dan zie je dat bijvoorbeeld gesprekken over bijvoorbeeld in het geval van de Marokkaanse regering, dat als het de Nederlandse regering uitkomt om de Marokkaanse regering zo hard mogelijk aan te kaarten, dan komen de mensenrechten, dan komen de intimidaties aan de hand. Maar op het moment dat dat er niet is, dat wij sterke banden met Marokko moeten aanhouden, dan houden wij ons stil. En dat is in het geval van China natuurlijk ook heel duidelijk. Het is alleen denk ik het verschil in China en in de Oeigoeren met de andere sprekers, is dat de Oeigoeren een etnische minderheid zijn. En daarmee beschouwen we onszelf niet als Chinese staatsburger. Dus dan zien wij de vormen van intimidatie, die zijn voornamelijk of echt extern, of uit dreiging voor leven van familieleden. Dus dat je spioneert als Oeigoer, omdat je bang bent dat je familieleden daar iets aangedaan worden. Okay. Omdat dat ook wel echt gevraagd wordt vaak. Ja. Dus in dat opzicht is er ook in dat bericht dat Leila net vertelde, daarin impliceert de koning, heel interessant, dat al die Marokkaanse burgers onderdanen zijn van de koning. Ja. En dat gaat naar een dieper punt. En in het geval van China beschouwt geen enkel Oeigoer zich als onderdaan, hier zeker in de diaspora van China. Nee. En de Chinezen beschouwen het alleen maar als onderdaan, omdat ze daar gebruik van kunnen maken. Maar dan echt de nadruk op het onderdeel, onderdaan. Ik denk dat dat wel interessant is. Die intimidatie daarmee is ook in dit geval dus wat verder in dat opzicht, dat het niet echt in ons zit. Maar dat zie je wel in de Chinese diaspora in Nederland. Dat culturele organisaties, culturele gemeenschappen die van belang zijn voor elke diaspora in Nederland, dat zij een gevoel hebben dat zij hun cultuur, hun eigen bestaan kunnen delen met andere mensen die hetzelfde hebben, dat wordt geco-opt, dat wordt misbruikt, dat die worden gefinancierd, dat de leidinggevenden van al die organisaties worden misbruikt. En dat zag je in de anti-Asian hate demonstraties, die in Amsterdam heel goed waren, heel belangrijk waren, omdat het ook echt opkomt. Maar daar zag je dat een van de organiserende organisaties kreeg gewoon direct geld van de Chinese Communistische Partij en ontkende dat er een genocide wordt uitgevoerd op de Oeigoeren en dat de Oeigoeren allemaal terroristen zijn. Nou, die organisatie wordt meegenomen omdat zij dus Aziatisch zijn, maar Oeigoeren zijn natuurlijk ook Aziatisch. En daar wordt niet hun vraagtekens aan gesteld. En dat gaat weer terug naar naïviteit. En dit keer dus niet meer van de regering, maar van mensen die in dit geval dit belangrijk zouden moeten vinden. En ook vaak vinden als je het daarmee hebt. Maar wij hebben een soort prioriteitenlijstje. Dat wij denken van, oké, als we deze doen, dit ding doen, dat doen, dat doen, dan gaan we met z'n allen wel de goede kant op. Maar dat is niet altijd zo en dat limiteert ons in een soort identiteitsdenken. Ja. Ja, jullie zeggen de hele tijd eigenlijk dat Nederland een beetje naïef is, maar zou je niet harder moeten zeggen dat Nederland gewoon medeplichtig is aan de dreiging die jullie ervaren en de manier waarop zij invloed uitoefenen in Nederland en op Nederlandse burgers? Ja, en ik zou het nog sterker willen stellen. Ik wil dat hier heel duidelijk en heel hard zeggen, inderdaad. Zeg maar, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken vangen we bijna voortdurend bot. Dus dat is anders bij de Tweede Kamer. Maar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, die zegt eigenlijk steeds andere belangen gaan voor. En wat ik heel belangrijk vindt om te noemen, het is niet alleen wij die in gevaar zijn. Dus niet wij als personen, individuen, als groepen. Nederland is in gevaar. En dat gaat, wat jij net vertelt, dat stoken, dat beïnvloeden, dus mensen aanspreken op de identiteit, mensen opzetten tegen hun medeburgers, tegen hun overheid, dient hen. Dus dat dient hen en het ondermijnt Nederland. Kijk, ik vind dat we alle gesprekken hier in Nederland met elkaar moeten hebben. Dus alle debatten over religie, over racisme, over discriminatie, over islamofobie, noem het maar op. Maar alsjeblieft zonder stokende derden die er belang bij hebben om ons hier in Nederland of hier in Europa onderdaan te houden. Ja. En om hun agenda te dienen, om hun belangen te dienen. En daar zijn we in Nederland echt, echt blind voor. Dat niet alleen
dus de individuen in gevaar zijn. Maar ook Nederland. De Nederlandse samenleving heeft hier last van. Nu al. Dus niet in de toekomst, nu al. En dat wordt alleen maar erger. Ja, ik wil nog even terugkomen, want in 2019 heb jij een manifest gemaakt waarin je eigenlijk zei, ik heb een ongewenste dubbele nationaliteit en ik wil daar iets mee doen. Dat is wel opgepikt door de politiek, om toch nog even iets positiefs te noemen. Dus het kan wel. Ze kunnen er wel iets aan doen, aan dit soort buitenlandse inmenging. Ja, dat kunnen ze zeker. Maar ik denk, en eerder ook, dat was natuurlijk in het eerste panel, ging dat daar ook over, van wat kan je doen? Kijk, wat we kunnen doen is uiteindelijk luisteren politici. En dat komt misschien, dat is misschien puur uit eigen belang. Maar hoe dan ook. Ze luisteren naar de meerderheid. Naar het volk. Naar mensen die, die druk leggen. Dus de bevolking die druk zet en zegt, doe hier iets aan. Ja. Dat is met ons manifest gelukkig gebeurd en gelukt. Ondanks heel veel tegenwerking overigens. Van mensen die dit helemaal niet welgevallig was dat dit onderwerp besproken werd. En hoe krijgen we het zover, dat bewustzijn zover, en ook dat mensen begrijpen wat er gebeurt, dus inderdaad op zo'n demonstratie, dat die niet, en dat herken ik, dat is bij islamofobie niet anders, dat dus niet een soort grassroots gebeuren is, maar dat daar een andere hand in bezig is, ja, en die een belang heeft bij het aanjagen van dat sentiment. En wat we kunnen doen is dit, wat we nu hier aan het doen zijn. Dus we moeten dit veel meer bespreken. En we moeten het bespreken ook als al mensen het er niet over willen hebben. Want ja, dat is wat hier aan de hand is. Er zijn een heleboel mensen die niet willen dat wij dit gesprek voeren. Ja, en de allergische, zoals jij zei, er zijn ook een heleboel mensen die hebben niet eens door dat het helemaal niet handig is om geld te krijgen van de Chinese overheid. En is dat dan een soort naïviteit of is dat ook, is dat onkunde? Is het... Ja, er zit natuurlijk een heleboel dingen. Aan de ene kant is dat hele oud-Nederlandse idee dat de rest van de wereld probeert een beetje Nederland te zijn. Zeg maar dat wij standaard zijn. Ja, wij zijn de beste, toch? Dat ja, wij een eilandje zijn, dat er geen externe problemen zijn, dat alle problemen die ontstaan zijn intern zijn. Dat aan de ene kant. En ten tweede is dat natuurlijk waar ik over had, verkozen vergetelheid, verkozen ignorance eigenlijk. Daar moeten we doorheen. Ook omdat het dus erger wordt, zoals zij dat zei. Het wordt alleen maar meer. Op het moment dat de regeringen, buitenlandse regeringen, realiseren dat ze dit kunnen doen, een Iraanse activist kunnen doodschieten in Nederland en dat ze daarmee weg kunnen komen, dan gaat de dreiging alleen maar toenemen. En die totalitaire regimes, die leren natuurlijk van elkaar. Die hebben contacten met elkaar. En dat gaat ook terug naar de sancties. Dat sancties misschien in sommige gevallen vanuit een bird's eye view een onsuccesvol effect hebben. Maar dat komt omdat wij niet bereid zijn om echt de industrie aan te pakken waar wij ons eigen belang in hebben. Dus in het geval van Iran zit er ook bijvoorbeeld heel veel andere totalitaire regimes aan vast. Van Noord-Korea, China tot Rusland. Maar dat gaat in heel veel gevallen, zijn dat allemaal verbanden die met elkaar samengaan. En dat komt omdat wij dus niet ver genoeg willen gaan met onze sancties. Omdat wij niet, omdat wij ons eigenlijk, dat is ook weer een politiek systeem, wij willen iets bereiken, dan hebben we dat gedaan en dan willen we onszelf eigenlijk een applaus geven dat we dat hebben gedaan. En dat zie je met sanctieregime sowieso vaak. En dat is lastig. Ik weet ook wel dat Nederland kan niet alles, we zijn een klein landje, maar wij doen er ook niet aan om eigenlijk wel alles te doen. Dus Europees bijvoorbeeld steeds harder in te gaan op een mechanisme die dit beter kan aankaarten. Een objectief mechanisme dat niet zomaar politiek beïnvloed is. Dat mensenrechten mensenrechten zijn. Wat het Europees parlement vaker aankaart. En je ziet dat dat wel langzaam verandert. Dat Europa bijvoorbeeld geopolitieker zich opstelt. Maar dat kan dus ook een verkeerde keerzijde hebben. Dus in het geval van China zag je dat toen Europa zich anders wilde opstellen van Amerika, wilden ze zo snel mogelijk een EU-China investment deal doorheen duwen. En dat is ook gedaan door Angela Merkel. Maar dat is door het Europees parlement bevroren gezet. Omdat ook Nederlandse en Europese politici, die werden ook op een sanctieregime gezet.
dan is het een stapje te ver. Maar als een Nederlandse Oeigoer, met nadruk dus op het Oeigoer, geïntimideerd wordt, dan is dat niet een stap te ver om zo'n investment deal door te krijgen. Alleen maar als het dus echt de Nederlanders of de Europa-Europeanen raakt, dan pas is het te ver. En dat zag je in Iran ook. In het geval van Iran zie je dat Europa zich dus nu zo zacht mogelijk opstelt om die nucleaire deal eigenlijk doorheen te krijgen. En dat is een stap die Europa probeert te zetten onafhankelijk van Amerika. Ja. Omdat wij strategisch onafhankelijk willen zijn. En dat zijn geopolitieke keuzes, maar het is wel zo dat wij in Europa, wij hebben een enorm nadruk op normen en waarden. Dat is ook heel belangrijk en daar zijn wij ook langzaam naartoe aan het gaan. En het is aan ons om die woorden die daar staan gelijk te trekken met de daden. Dat wij van die naïviteit afkomen en dat wij ook wel even verder doorkijken dan alleen de headline. En dat klinkt natuurlijk heel, ja, verder kijken dan de headline, dat kan iedereen wel zeggen. Maar in dit geval dus echt zien dat er heel veel belangen zijn, dat er heel veel landen zijn die heel ver durven te gaan om de publieke opinie hier te beïnvloeden. Ik wil er nog wel iets aan toevoegen. Ik denk dat dus los van het geopolitieke verhaal, het internationale verhaal, wat echt moet. Ik geloof echt dat het van onderop komt. Wat we in ieder geval bij Turkije en bij Marokko hebben gezien, is dat zij hebben hier, door al die jaren investeren in de diaspora, hebben zij hier een fanbase, om het maar zo te zeggen. Ja, dus ze hebben hier een groep mensen. Ja, ze hebben hier iets opgebouwd en ze hebben een groep mensen die bereid zijn voor hun belangen zich in te zetten. En dat is op alle niveaus. Dus dat is in de hoogste regionen zitten mensen die, waarvan wij denken ze zijn Europees, maar zij dienen een buitenlands belang. En dat doen ze omdat ze gecoopteerd zijn. En soms kunnen ze daar niet meer goed uitkomen. En soms doen ze dat heel welwillend. Of geloven ze daar ook echt in. Het feit dat ze dus die fanbase hier hebben, of ik weet niet precies wat een betere naam zou zijn. Aanhangers, dat maakt ze burgers, sterker. Ja. Precies, dat maakt ze sterker in die onderhandeling. Ja. En dus in Nederland, waar we hier in ieder geval mee moeten beginnen, is in kaart brengen waar die beïnvloeding plaatsvindt. Dus niet alleen moskeeën, maar ook in politieke partijen. Ook bij de politie. In al die instituties. En nu hebben we wel integriteitscodes, richtlijnen, NCTV-protocollen. Ja. Maar niemand houdt zich daaraan. En als ze zich er niet aan houden, gebeurt er vervolgens niks. Nee. En mensen zien het niet. Het wordt niet opgevolgd, het wordt niet gevolgd, het wordt niet geproblematiseerd. Dus mensen gaan maar door. Ze gaan maar door. En dat is. Ja, we lopen achter de feiten aan. Absoluut, ja. We gaan pas in actie als het echt moet. Ja, als het eigenlijk al te laat is. Ja.